Deze gameplay ziet er heel normaal uit, toch? Het is gewoon een leuk klein beetje Minecraft, maar daar moet je nog eens goed over nadenken. Hallo mensen, mijn naam is TheMadLuigi en het is geen geheim dat Minecraft een van mijn favoriete spellen is. Ik bedoel, ik heb pas geleden nog een hele video gemaakt over waarom ik Minecraft Bedrock speel in plaats van Minecraft Java. Ik heb een leuke kleine compilatievideo geüpload van een van de rare dingen die ik heb gedaan tijdens mijn livestreamserie. En door de geschiedenis van dit kanaal is deze Minecraft skin misschien wel een van de meest iconische dingen die ik ooit heb gecreëerd. Ik bedoel, iedereen kent toch wel de goede oude tijden van de Pokémon Emerald Randomizer waar we President Luigi hadden. Of wat dacht je van de theorievideo's waar deze Minecraft avatar degene was die over alle theorieën praatte. Is het een snor? Is het een glimlach? Geen idee, maar ik wil deze man op zoveel mogelijk plekken hebben. En hoe we dat gaan bereiken gaan we uitzoeken in deze video. Maar voordat we dat gaan bespreken wil ik jullie eerst vragen of jullie iets raars zien aan mijn Minecraft survival wereld. Misschien denken jullie dat het raar is dat ik mijn armen niet aan heb. Misschien vinden jullie het bijzonder dat ik een netherite sword in mijn handen vast heb. Of misschien zelfs is het raar dat ik geen levels heb. Nou, al die dingen zijn heel bijzonder voor mijn Minecraft survival wereld let's play. Nou ja, tenminste behalve de levels die op nul staan momenteel, omdat ik pas geleden nog op een hele domme manier ben doodgegaan. Maar nee, er is iets anders heel erg raars wat jullie moet opvallen aan mijn Minecraft survival wereld momenteel. En dat is dat die niet bestaat. Het is allemaal fake. Ik ben de laatste paar dagen bezig geweest met het maken van een bluescreen in Minecraft Bedrock. En de manier hoe ik dat heb gedaan is heel erg raar. En sowieso op een hele moeilijke, onhandige manier gedaan. Maar ik ben er best wel trots op. En hiermee heb ik een paar hele leuke dingetjes kunnen doen. Nou, zoals je kan zien heb ik een hele bluescreen set gebouwd waarmee ik dat gameplay clipje aan het begin van deze video heb kunnen faken. Waarbij ik gewoon hier stond en een beetje heen en weer bewoog en dat creëert het effect dat ik aan het lopen ben. Maar in feite sta ik gewoon stil voor een bluescreen. Hey, als Marvel zo hun fantastische CGI films maakt zoals Ant-Man Quantumania, dan kan ik het ook. Wat het leuke is aan deze bluescreen is dat ik mezelf iedere achtergrond kan geven die ik maar wil. Zal ik dit doen als achtergrond? Of misschien wel dit? Of misschien wel dit? Ik heb geen idee wat er nu achter me staat. Misschien iets heel erg cools. Maar het enige probleem momenteel met dit bluescreen is dat de rest van de wereld is ook blauw. Dus dat zorgt voor hele rare resultaten. En dankzij dit bluescreen kan ik nu van alles doen met mijn Minecraft personage. Ik kan deel worden van mijn favoriete horror games. Ik kan meedoen aan een van de meest depressieve games die ik ooit heb gespeeld. Maar dat is niet het enige. Wil je iets leuks? Ook kijk eens aan. Ik speel een van de leukste Mario games, maar dan vervolgens speel ik ook een van de slechtste Mario games. En als allerbeste kan ik nu onderdeel zijn van de achtergrond van video's van mijn favoriete YouTubers. Het gaat zelfs zo ver dat ik nu het echte leven kan doorbreken. Ik zit in je muren. Nou, je denkt misschien nu, dit is allemaal leuk en aardig, Matt, maar hoe heb je dit allemaal gemaakt? Nou, dat is heel erg simpel. Wat dit is gewoon simpelweg een item frame met een map en tada, je hebt een bluescreen. Nou, de begrijpelijke vervolgvraag is natuurlijk, hoe kom je aan een blauwe map? En dat doe je door een water superflat wereld te maken, een map te pakken, die te schrijven en boom, dan heb je opeens een blauwe map gekregen. Nee, tenminste, ik zeg wel dat het makkelijk is, maar om eerlijk te zijn, een Minecraft Bedrock superflat wereld als deze krijgen is nogal ingewikkeld, aangezien het maken van een superflat wereld als deze niet kan op Bedrock. Het meeste wat je kan doen met de Bedrock superflat settings is een graswereld maken, en dat is het eigenlijk wel. Maar als we dan naar Minecraft Java editie gaan, dan is het heel erg makkelijk om Create New World te doen en dan vervolgens een superflat wereld te selecteren en dan alles eraan te customizen. We kunnen deze verschillende presets gebruiken, zoals bijvoorbeeld een waterwereld die ik heb gebruikt. We kunnen ook een steenwereld maken, I guess, of een snowy wereld. We kunnen zelfs nog layers verwijderen, zodat je alleen maar gras hebt. Maar wat je ook kan doen, is zelfs hier nog allemaal dingen customizen. En op deze manier heb ik deze prachtige Minecraft Java water superflat wereld gemaakt. Kun je je voorstellen dat Java nog ergens goed voor is? Ik namelijk niet. Dan vervolgens is het alleen nog maar een kwestie van chunker gebruiken om de Java wereld om te zetten naar een Bedrock wereld. En boom, we hebben een water superflat wereld in Minecraft Bedrock.
Nou, er zijn een paar rare dingen aan deze wereld. Je kan zien dat dit origineel een Java-wereld was, aangezien er structures zijn gegenerate op de bodem van de oceaan. Dat is alleen maar een dingetje wat je kan doen met Superflat op Minecraft Java. Op Minecraft Bedrock, als je een Superflat wereld maakt, dat is het. Er zijn geen structures, er spant helemaal niks. Je hebt gewoon een vlakke wereld en dat is het. Oh ja, en om een van de reden gebeurt dit nog wel eens met Java Superflat werelden als je ze overbrengt naar Minecraft Bedrock. En ik heb geen idee waarom, maar dit zijn de resultaten. Ja, het is heel bijzonder. Nou, moet je per se een water Superflat wereld maken om dit effect te krijgen? Nee, natuurlijk niet. Je kan ook gewoon een grote vlakte van water maken in Bedrock met commands, of je kan gewoon heel makkelijk... denk ik ook gewoon wol gebruiken om eenzelfde soort kleur te krijgen in Minecraft Bedrock. Alleen dit was de manier hoe ik dacht dat ik het snelste kon doen. Want ik zal je laten zien wat er gebeurt als ik het niet op die manier doe. Maar voordat ik dit kan uitleggen, is het jullie misschien wel opgevallen dat mijn skin niet echt perfect is voor een bluescreen. Ik heb namelijk deze rugtas op mijn skin, wat duidelijk blauw is. En je kan je voorstellen dat als ik dit bluescreen, dan verdwijnt ook dat deel van de skin. Het is bij sommige edits die ik heb gemaakt met deze bluescreen veel makkelijker te zien dan bij andere. Maar het feit is nog steeds dat als ik een bluescreen effect gebruik, dan verlies ik een gedeelte van mijn skin. Dus ik dacht heel slim te zijn. Ik heb een red screen gemaakt. En ik vond dat heel slim. Totdat ik zag dat de effecten daarvan ervoor zorgden dat ik eruit zag als een zombie. Ik denk dat er een hele goede reden is waarom mensen geen red screens gebruiken over het algemeen. En ik heb dat uitgevonden. Nou, hoe ik dit ding heb gemaakt is via dit monsterlijk ding wat ik heb gemaakt. Ik heb origineel geprobeerd om een lava superflat wereld te maken. Dat ging echt totaal niet zoals ik had gewild. Dus toen had ik dit met commands gemaakt. En het werkt eigenlijk best wel goed. Gewoon precies hetzelfde als de water superflat. Ik maak gewoon een kaart. En dan boom, ik heb hier overal... er gaat iets fout. Maar ik heb hier in principe gewoon een rode kaart. Tenminste, ik kan hier zo degene laten zien die ik heb gebruikt voor de red screen. En het is hier verschrikkelijk laggy, dat kan je ook zien. En helaas was het allemaal gewoon wasted effort. Want dit heeft me nergens mee geholpen. Oh ja, en ik denk dat ik niet hoef uit te leggen waarom een green screen ook niet goed werkt. Nou, dan vraag je misschien nu af, maar met waarom heb je dit überhaupt gedaan? Waarom heb jij de moeite genomen om een bluescreen te maken in Minecraft? Nou, niet alleen omdat ik me verveelde, dit gewoon een leuk project was om te doen, maar ook omdat er een andere praktische reden is waarvoor ik graag een bluescreen wilde hebben voor mijn Minecraft-personage. Aangezien ik op dit kanaal een heleboel Minecraft speel, zowel op livestream als gewoon normale video's, leek het mij leuk om in het hoekje van mijn video's af en toe een abonneeknopje te hebben in de vorm van mijn Minecraft personage. Jullie herkennen misschien wel deze kleine abonneer en druk op de bel animatie die ik enige tijd geleden heb gemaakt die ik aan het begin van video's stop. En het leek me wel leuk van, misschien kan ik een aparte Minecraft versie daarvan maken voor Minecraft video's. En natuurlijk, tijdens mijn livestreams gebruik ik graag gifjes en andere rewards die kijkers kunnen inwisselen tijdens het kijken van de stream. En het leek mij leuk om een paar leuke Minecraft met gerelateerde memes te maken door middel van dit bluescreen. En met Minecrafts nieuwe camera command feature kan ik heel erg makkelijk mijn Minecraft personage uit verschillende hoeken filmen, waardoor ik hem vervolgens in verschillende scènes makkelijk kan editen. Maar de allerbelangrijkste reden dat ik dit heb gedaan, is omdat het lollig was. En soms is dat reden genoeg om iets raars te doen in Minecraft. In ieder geval mensen, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like, abonneren zou ook wel leuk zijn. Wat vinden jullie hiervan? Vinden jullie dit leuk dat ik de bluescreen heb? Vinden jullie het leuk als ik wat dingen ga maken met mijn Minecraft personage voor streams of andere video's? Of denk je dat dit allemaal een waste of time was en ik het veel te moeilijk voor mezelf heb gemaakt en ik het eigenlijk maar gewoon moet afbreken? Laat het me weten in de reacties, ik wil het erg graag weten en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye!